Wij verlenen zorg aan cliënten in de wijk. En dat is heel breed, van wondzorg tot medicatie, douchebeurten, terminale zorg. De zorg in de breedste zin van het woord. Zeg maar 4,5 jaar geleden kwam Amstering met het idee om meer zelfsturing te hebben in de teams. Thuiszorg zou opgedeeld worden. Elke regio werd opgedeeld in kleinere gebieden, waardoor er minder gezichten zouden zijn bij de cliënt. Om continuïteit te waarborgen en ook heel veel regelzaken bij het team zelf neer te leggen. In eerste instantie hadden wij zoiets van, nou, nee, dat is niks voor ons en dat willen we niet. Omdat we zoiets hadden van, het is weer zo'n nieuwe stijl en ze bedenken weer wat en daarna, we gaan hier allemaal niet in mee. Toen heeft Matthias het heel duidelijk uitgelegd wat eigenlijk naderhand de bedoeling was. En toen hadden we zoiets van, hey, dat is toch wel interessant. We mogen echt alles zelf regelen. Je roosters, je vakanties, indicaties, cliënten aanvragen, alles. Het was een gesprek wat Matthias voerde met ons allemaal, waardoor wij op een gegeven moment, maar wat het nou eigenlijk de trigger was, weet ik eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment hadden we zoiets van, joh, dat is toch te gek, dat we gewoon zelf alles en dat we niks meer te maken met een manager en met een directeur en met allerlei verschillende ondersteunende diensten, want we mogen het gewoon allemaal zelf doen. Dus toen hadden we zoiets van, nou, dit gaan we doen. We gaan er altijd achteruit af. En dat gaat prima. Want het is een trap met vrij smalle treden. En dat loopt niet echt makkelijk. We zijn 62 jaar getrouwd. Dus zo lang woon ik hier. Ja. En mijn man vanaf 1940. 40, dus is 60, 76 jaar. Woont mijn man al hier. Goed meneer, gaan we even de bloedsuiker meten. Mag ik het doen? Ja hoor, ja. 6,9. Keurig. Vindt u keurig, hè? Ik ga het even doen, hè, want dan heb u er minder last van, hè, als wij het doen. Ja, ja. Ja, 18. Even de buik bloot. Merkt u wat? Ja, dat was hem. Ja, prachtig. Nou, dan gaan wij het even invoeren in het de boekhouding. In de boekhouding. Het was wel heel erg wennen in het begin om het allemaal onder de knie te krijgen, maar uiteindelijk als je er toch een poosje mee werkt, dan maar ja, dat is met alles zo. Maar ja, dan moest je alles ook nog schrijven, hè? Ja, moest je alles schrijven. Maar dat gaat dat gaat je toch wel heel snel en makkelijk af. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag meisje, tot de volgende keer. Fijne dag. Oké, jij fijne werkdag. Oké. Dag wel. De cliënt die komt in zorg via of de huisarts of via het ziekenhuis. Als iemand ontslagen wordt uit het ziekenhuis, dan komt er bij ons een aanvraag binnen. Soms ook via de cliënt zelf of via mantelzorg of huren. Of, ja, echt op verschillende manieren kan een cliënt in zorg komen. Meestal vragen wij dan wat voor zorg er nodig is. Dan spreken we een intake af. En dan hebben we een gesprek met cliënten, soms ook mantelzorg, waarin we uitleggen hoe we werken. En dan inventariseren welke zorg er nodig is en dan dan starten we de zorg. En meestal is dat ook wel binnen 1 à 2 dagen, kunnen we ook de zorg al leveren. Zo. Deze is altijd wat meer, hè? Eerst even die eraf halen. Kan het zo droog of wil u met water eroverheen? Kijk maar even, als Stijn gaat doen piepen. Ja, dan geeft u een geel.
Ik ben 2 keer gevallen. Niet omdat ik duizelig was of zo, maar 1 keer toen ik op de fiets wilde stappen. En 1 keer in de parkeergarage, daar was een balk over de grond waar je je karretje in zette. Ik ben over die balk gestort. Maar er was een heel lief echtpaar dat mij ophees. En toen ben ik nog terug geweest met een keukenrol om het bloed op te vegen. Omdat u dacht van, ik kan het verkeerde niet aan doen. Oh, ja. Ja, zal ik die ook meteen er even afhalen? Nee, dan kan ik even een fotootje maken. Nou, het gaat wel heel goed vooruit hoor. Ja, hè? Ja. Allebei wel. Hè? Het ziet er echt heel mooi uit. We houden een wonddossier bij. En dan kunnen we de vooruitgang zien van de wond. In de iPad zit alles, ja. We hebben dat cliëntenkompas en daar staat hoe wij de zorg moeten doen. En dan houden we ook elke keer bij van hoe ziet de wond eruit, wordt die groter, wordt die kleiner. Ja. En je kan heel mooi een overzichtje van die foto's, en laten we ook vaak aan de cliënt zien. De cliënt ziet natuurlijk ook niet altijd goed van zichzelf hoe die wond eruit ziet. Ja. En je kan met de cliënt samen, heeft dus een overzichtje van hoe was die toen wij in zorg kwamen. Ja. De wond en hoe is die dan verbeterd in de loop der tijd? Heeft het pas gezien, hè, met een collega van mij? Ja. En zag u wel heel goed verschil. Ja, oh ja, het is duidelijk verschil. Ja. En als je hier kijkt, dit is vandaag. Ja. Nou. Ja, dat is een heel verschil. Het ziet er echt heel anders uit, hè? Ja. Nou, dat is mooi ook van het wonddossier, dat je heel goed de voortgang kan monitoren snel kan inspringen als je denkt van, nou ja, het werkt niet goed of je heeft nog veel pijn of je ziet geen voortgang of het gaat juist achteruit, kan ook, dat de wond gaat ruiken of... Dat deed hij in het begin. Ja, maar dat is ook helemaal niet meer zo. Dus dan zitten we op de goede weg. Hè? Het gaat de goede kant op. Een belangrijke pijler van ons succes is het digitaliseren van eigenlijk de werkprocessen van de mensen in de wijk. En wij zijn ongeveer vlak nadat we zijn begonnen met zelfsturing, zo'n 4 jaar geleden, zijn we ook begonnen met het uitrollen van iPads. Dat was eigenlijk stap 1. Iedereen moest een eigen digitale werkplek, een mobiele werkplek hebben die hij overal mee kon nemen de wijk in. Overal een dataverbinding nodig om je werk overal te kunnen doen. We zijn daar... Vanuit die iPad zijn we steeds meer processen daarin gaan onderbrengen. Dus nu zit bijvoorbeeld het hele zorgproces zit erin. Dus van het stellen van een assessment. Hè. Dus ik kom voor de eerste keer bij een cliënt. Ik ga een gesprek voeren. Ik ga een inschatting doen van oké, wat is de zorgsituatie? Wat is er nodig? Op basis van de OMH-methodiek wordt dat hele assessment wordt gedaan door de wijkverpleegkundigen. Ze doen hun urenregistratie hoe ze erin. Ze staan in contact met andere partijen via mail. Ze hebben eigen WhatsApp-groepjes met elkaar waarin ze zelf met elkaar communiceren over... de dingen die zitten in het, bijvoorbeeld in rooster. Dus dat zijn een aantal van die dingen, van die innovaties die we hebben opgepakt sinds dat we zeg maar, op deze manier zijn gaan werken. En eigenlijk het zelfsturend werken gaat eigenlijk hand in hand met het digitaliseren. Het kan niet zonder elkaar in mijn ogen. Elk team heeft in zijn team de rol van mentor. En dat komt omdat we heel veel mensen aan het opleiden zijn. Maar daarnaast ook dat mensen trainingen, cursussen en dergelijke volgen. Omdat zij hun bekwaamheden, hun bevoegdheden, maar ook hun algemene kennis en vaardigheden willen ontwikkelen. De klassieke organisaties die hebben een teamleider. En die teamleider bepaalt eigenlijk de kaders ook in het team. En een zelfsturend team bepalen de kaders met elkaar. En je kunt in je eigen wijk allerlei dingen ontwikkelen om de cliëntenzorg op een hele mooie wijze vorm te geven. Je voelt je ook echt verantwoordelijk. En in de klassieke organisatie voel je wel verantwoordelijk voor je taak. Maar in een zelfsturend team voel je verantwoordelijk met elkaar. Ja, het voelt wel als een eigen toko. Ja,
je neemt cliënten zelf aan, je gaat zelf naar huisartsengesprekken. Het zijn gewoon verschillende stappen die je zelf mag ondernemen. Dus ja, dat voelt wel echt alsof je een eigen ondernemer bent. Het leukste vind ik dat door de manier waarop wij werken, dus op basis van zelfsturing, dat iedereen eigenlijk iedereen zijn kracht heeft. Ik denk dat ik het leukste vind. Ik heb een stage gelopen in een organisatie waar er wel sprake was van hiërarchie. En wat ik daar erg miste is eigenlijk hetgeen wat ik hier ontzettend veel heb. En dat is de vrijheid en de mogelijkheid om de talent die je hebt als persoon, maar ook van je collega's, om dat te laten zien. En om dat ook te uiten. En ik vind dat zo ontzettend fijn. Je bent zo ontzettend vrij in je doen en laten. En daarnaast ook ontzettend verantwoordelijk naar je collega's toe. Dat het gewoon, die wisselwerking is gewoon ontzettend fijn. Ik zou ook niet kunnen, want ik ben het nu zo gewend om alles zelf te kunnen doen en zelf keuzes te kunnen maken in overleg met mijn collega's, dat ik niet meer terug zou kunnen naar het oude. Ik heb wel het idee dat iedere organisatie op de duur wel overgaat op zelfsturing. Omdat de zorg gewoon duurder wordt en het is gewoon niet meer te betalen. Dus financieel zou iedere organisatie op de duur toch over moeten gaan op zelfsturing. Voor mij is dit de ideale oplossing. En ik moet zeggen, ze hebben een systeem wat steengoed is om alles te noteren, alle gegevens. Dat noteren ze dus op een tablet. Ja, dat wordt hier gedaan. En dan weten alle collega's het. Ik sta er versteld van dat als ze dus geweest zijn en er komt een andere collega, en dat ze dus weten van elkaar wat er gedaan is. Want ik heb met geloof ik afgestemde met verpleegsters te maken. Maar die werken zo goed dat als ze komen, ze hebben allemaal gelezen. Niet één uitgezonderd. Ze zijn op de hoogte. Dus dat betekent dat ze hun huiswerk goed hebben gedaan. En ik moet zeggen, dat is steengoed. Mooi om te horen. In de praktijk komt het erop neer dat ik 8 maal per dag mijn bloedsuiker controleer. Ja. Als ik 8 maal per dag injecties moet aanbrengen, dan heeft het lichaam, die reageert erop en dan krijg ik verdikkingen en dan wordt de insuline niet meer opgenomen. En dan zoek je andere plaatsen waar je kan spuiten en waar ik dan nu op het ogenblik in spuit, dat is dus in de bil. Want dat is zacht vlees. Alleen, dat kan ik niet. En daar heb ik dus de hulp van nodig van zorgverpleegsters. Ik heb wonden aan mijn voet die kunnen leiden tot amputatie als het doorgaat. En daar doen zij hun uiterste best voor om ze zo goed mogelijk te houden. En aanstaande maandag word ik aan mijn been geopereerd. En dan beslissen ze of de voet kan blijven of niet. Ik ben 61. En ik heb vanaf mijn 40ste heb ik diabetes en ik heb dat de eerste 10 jaar zwaar verwaarloosd. Heel slecht mee omgegaan. En zo ging mijn hart problemen geven. En na 2 hartaanvallen gingen mijn nieren problemen geven. En die doen het nu helemaal niet meer. Vandaar dat ik moet dialyseren. Om al het gif uit mijn lijf te halen. En ondertussen gaat die wondgevoeligheid vrolijk door. Dus het is allemaal terug te herleiden tot suikerziekte. Ja, natuurlijk kan je naar de toekomst. Ik heb genoeg om geïnteresseerd mee te zijn. Ik heb veel kinderen die opgestart zijn in hun eigen carrière. Zijn net op zichzelf zijn gaan wonen. Dat is fantastisch om te zien. En ik heb een fantastische vrouw. Ik heb de beste vrouw van de hele wereld. Ik kan ongelooflijk goed met haar zijn, leven, doen. Dus ik heb ook gewoon iets om iedere dag heel tevreden mee te zijn.
En er zijn gewoon een aantal dingen die ik niet meer kan. Nou ja, die kan ik niet meer. Maar er zijn genoeg dingen die ik wel kan, omdat ik bijvoorbeeld zo'n fantastische vrouw heb. Wij mogen dus eigen personeel aannemen. Als wij zeggen, we hebben iemand nodig, dan is het niet dat het management zegt, oh ja, er zijn daar uren tekort, dus er moet iemand bij. Nee, wij zeggen, we hebben iemand nodig, dus wij gaan zelf kijken om iemand aan te nemen. We mogen zelf de gesprekken voeren. En natuurlijk loop je tegen bepaalde dingen aan, want niet altijd alles is leuk als je het zelf moet regelen, omdat je ook van niet alles of van alle zaken evenveel verstand hebt en dat wel geacht wordt te hebben dan. Dus dat maakt het wel eens lastig, maar goed, we hebben wel het wijkservicecentrum om ons te ondersteunen als het echt niet gaat. De rol van het wijkservicecentrum in de Amsterdam Wijkzorg is het ondersteunen van de professionals in de wijk, eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ik denk altijd dat het wijkservicecentrum een soort van samenvoeging is van heel veel stafafdelingen die een klassieke organisatie heeft. Doen mijn collega's van het wijkservicecentrum de salarisstroken, maar ook de ICT-gerelateerde vragen. Dus als een iPad-stuk is, dan komen ook die mensen hier naartoe. Het is ook een financiële administratie. Alle facturen die betaald worden, die gaan hier doorheen. Vanuit het wijkservicecentrum hebben we ongeveer 60 teams die we helpen met hun dagelijkse vragen. We hebben ongeveer 700 professionals in dienst. Die zitten verdeeld over die 60 teams. En dat is eigenlijk in de regio Groot Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, daar zitten eigenlijk onze teams. En het wijkservicecentrum is ook heel erg bedoeld om als een soort van inloop. Dus we vinden het ook fijn als hier zoveel mogelijk mensen naar binnen lopen. Het risico met zelfsturende teams, hè, is dat je al snel de verbondenheid kan verliezen met je centrale organisatie, of hoe je het ook wil noemen. Hè. Wij zijn Amstering Wijkzorg, maar elk team heeft zijn eigen DNA, zijn eigen manier van werken, zijn eigen manier van doen. En een team in Amsterdam Centrum kan het heel anders doen dan een team ergens in een buitengebied. Die zullen elkaar ook in de praktijk niet zo snel vinden. En dat is wel zonde, hè? Want je bent met elkaar ook nog onderdeel van een groter geheel. Wat er bijvoorbeeld in team X gebeurt, kan enorm veel waarde hebben voor een ander team. Dan kunnen ze enorm veel van elkaar leren. We proberen dat te bevorderen door sowieso één keer per jaar hebben de grote slimdeeldag. Dat is eigenlijk een soort bedrijfsfeest, maar dan overdag is het zakelijk met workshops en rondom een bepaald thema. En daar ontmoeten ze elkaar. En we doen ongeveer 4 keer per jaar mini slimdeeldagen. Dus dat is de kleinere variant daarvan. Ik ben nu op de mini-slimdag van Amstering en het gaat over dementie. En ik ben een wijkverpleegkundige, ik werk op Eiburg en ik geef daar ook gezondheidsvoorlichting. En hier op de mini-slimdag ga ik het hebben over voeding en dementie. Straks zit hier in de zaal een aantal wijkverpleegkundigen die bij Amstering werken en die zich hebben opgegeven voor deze workshop. Leuk plaatje. Dit zijn de hersenen van iemand die gewoon is, gezond is. En dit zijn de hersenen van iemand die dementie heeft. En dat is natuurlijk een heel breed thema. En je ziet gewoon ook dat het steeds vaker voorkomt dat mensen in de wijk dementeren. En dat het langer duurt voordat ze opgenomen worden. Dus wij hebben daar in de wijkzorg steeds vaker mee te maken. Nou, zonder zorg zou ik niet alleen in huis kunnen leven. Ik zie dus ook nog maar voor 40%. Als ik me dus tot de persoonlijke verzorging, ik kan me eigen zelf niet goed wassen. Ik zou wel kunnen, maar tot zover gaat het. En dan naar beneden komen, dat is moeilijk. Dus dat is heel prettig voor dat de verzorging er is. En huishoudelijke hulp. Nou ja, als jij daar was ziet, zeg je, nou, dan ben ik in een half uurtje, heb ik allemaal afgedaan en opgeruimd. Het kost mij een hele middag. Want als ik 5 minuten sta, dan ga ik zitten, want dan ben ik moe. En ja, dat is een ouderdomsverschijnsel, dat doe je niet. Ik zou liever niet ouder worden, zo altijd liever 20 blijven. Dat is de mooiste tijd van je leven.
Dan liep ik zelf nog achter een bal te hollen, et cetera. Dat hoef ik daar niet meer te doen, hoor. Ja, en het ouder worden, ja. Dat zit in het leven, dat... Bij deze wedstrijd werd gebruik gemaakt van de videoscheidsrechter. Nee, je bent er niet. Van Wassen namens de FIFA aanwezig. Hij wil tijdens het WK van 2018 de videoref invoeren. Nou goed, dat is... De complexiteit neemt toe, dus alles gaat richting huis. De piklijnen verzorgen, dus dat zijn veel mensen hebben die in verband met hun chemo kuren. En daardoor neem je ook gewoon, het is niet alleen de daadwerkelijke handeling, het is gewoon het hele plaatje. Je bent niet alleen bezig met de handeling, je bent ook bezig met, is er mantelzorger betrokken? Zijn er kinderen betrokken? Is er wel eens nagedacht over euthanasie in sommige situaties? Zijn er bepaalde dingen die van belang zijn die we moeten weten financieel? Sommige dingen worden niet vergoed en moeten mensen zelf betalen. Dus dat zijn best wel belangrijke onderwerpen die je toch ter sprake moet brengen. En het is toch wel voor mensen ook wel moeilijk dat een jong meisje, ik ben vrij jong, dat toch ter sprake gebracht moet worden. Dat diegene toch wel daarover moet gaan nadenken. En ik heb het dus ook meteen aangewend, want ik krijg een lijstje wie je kan verwachten. Maar dat zijn zoveel namen en je moet dus wennen aan 10, 12 kopies. Nou, de een had ik achter rugzak, want ik had gezegd, wat heb je in die rugzak? Bij een ander weer een ander. Ik maak dus notities. Dus als ik dan die kop zag hier bij de deur, ga naar mijn lijstje in die kop, dat is die. Ja. Maar dat zit er nu wel aardig in. Ja. Het is altijd leuk om gesprek te hebben over kleding. Mevrouw, ik heb een complimentje gemaakt over het feest. Dat vind ik een heel leuk feest. Dankjewel. Dus. Nee. Ja. Nou, meestal vind ik soms het haar niet gekamd. De boel over in een pot. En dan heb ik ook nog een ochtendjas met al gaatjes erin van de sigaret. En ik heb een andere, maar die zitten niet zo lekker. Het is geen ogen. Maar wel huiselijk. Ja, och. Ja, want ja. Ik moest de wekker zetten. Ik heb de wekker gezet. Nou, ik dacht 7:30, dus 7:15. Nou, dan moet ik aanpoten. Ja. Want het gaat natuurlijk wel langzaam. Ik zeg ook tegen cliënten, je hoeft zich niet druk te maken. Van, ja, ook al wilt u in de badjas de hele dag rondlopen, maak je eruit. Het is uw huis, u bepaalt het. Nou ja, het is niet leuk om oud te worden. En kijk, als je makkers hebt en anders ziet het niet, is niet zo erg. Maar het is niet leuk. En ik ben niet echt ijdel, maar er zijn dingen die ik niet leuk vind. Nou, kunstgebied bijvoorbeeld, zou ik toch niet leuk vinden. Nou, ja, ik heb dan een heleboel van mezelf. Nou kijk, toen ik dus thuis kwam, na die operatie en revalidatie, toen moest ik toch met een rollator hier op de gang opnieuw leren lopen. En dan komt het moment dat je ook naar buiten moet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Nou ja, dat is dan tijdelijk, dat is niet zo erg. Maar als je het echt moet omdat je de steun nodig hebt, het is zo zichtbaar, weet je. En er wordt alles opgezegd, oh ja, het is je leeftijd, het is je leeftijd. Nou, dan kan ik zo wel meppen. Omdat je dat niet leuk vindt, dat je zo in moet leveren. Want dat is het. En geef iemand een duwtje in de goede richting, daar heb je wat aan. En zeg, goh, wat heerlijk dat je lekker toch weer een ommetje om het huis kunt maken, of wat dan ook. Dat is even anders dan zeggen, hop, je kan het nog wel later. Oud worden is niet erg, het is de manier waarop. En helaas heb je daar geen zeggenschap over. Dat is zo. Nou kijk, er is natuurlijk heel veel camouflage, hè, tijdens je leven. Je kunt niet alles zeggen wat je denkt. Sommige mensen doen dat. Die zeggen dat ik ben eerlijk. Nou ja, die hebben ook niet veel vrienden. Ja, ene zeg ik nou iets geks. Nee, maar het komt er gewoon leuk uit. Nee, maar ja, zo is het wel. Het klopt wel, het klopt wel.
het zelfsturende team, ja, dat was gewoon voor het eerst. En we hadden geen idee waar we ingedoken waren. Maar het was een hele diepe sprong, was het. Hè? Er zitten natuurlijk ook best wel haken en ogen aan zo'n zelfsturing. Dat is logisch. Dus, maar het lijkt wel alsof we steeds meer een team worden. Hè? In het begin was het toch altijd elkaar, de kat uit de boom kijken en wie ben jij. En we zijn allemaal gelijk. Er is daar niemand. Hè? En dat is best wel ook. Het is soms wel eens zoeken. Ja. Ja. We weten gewoon natuurlijk, we zijn allemaal mensen en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ja. En als je 7 leiders in een team hebt en iedereen wil de verantwoording oppakken, dan kan dat nog wel eens. Ja. Botsen met elkaar. Ja. Dus dat is het ook, elkaar de ruimte geven. Ja, ja, ja. Wij gaan weer even verder. Doei meiden. Tot strakje. Dank je wel. Dat was heel leuk, die talentenanalyse. Dat gaat gewoon van ons budget gaat het af. Want we hebben natuurlijk een bepaald budget wat we mogen gebruiken voor sociale dingen. We hebben eerst iets op de computer hebben we moeten, allemaal vragen moeten beantwoorden. Nou, dat komt dan iets uit. Dan krijg je een persoonlijk gesprek. En dan vertellen ze een beetje wat voor type je bent en waar jouw talenten zitten. Nou, en vervolgens dan gaan we met z'n allen zijn we uitgenodigd. En dan krijgen we een teamanalyse. Nou, en dat is er dan uitgekomen. En het blijkt dus dat er heel veel van ons een beetje emotionele dames zijn. Dus er is er eigenlijk maar 1 of 2 die de rationele meer denken. En wij zijn allemaal een beetje geel-groen, zeg maar. Dat is dan een kleur, je krijgt een kleur. Je hebt blauw, groen, rood en geel. En rood, dat is een beetje meer iemand die zeg maar krachtig is en die zegt van we gaan nu eens een keer die knoop doorhakken. En geel-groen, dat is dat emotionele van nou, we kunnen er nog eventjes over praten. Maar een rode, die is meer van kom op, we gaan zakelijk dit eventjes afhandelen. Wat er besproken is uiteindelijk, van waar willen jullie naartoe met het team? Overeenstemming met elkaar, over bijvoorbeeld een cliëntenaanpak. Dat we tijdens een overleg, dat we goed dat regelen. En besluitvorming verbeteren. En dat, daar zijn we aan het werk mee om dat te doen. En binnen de Amstering zijn er 2 dames die ons dus daarin begeleid hebben. Omdat die daar vanaf wisten en die zijn daar ook voor opgeleid. Om dus zeg maar de voortgang van die analyse met ons te bespreken. Ja, dat hadden we besloten omdat we toch nog beter willen functioneren met elkaar. Zodat we toch echt een heel team worden. Ja, dat is heel bijzonder. Nou, we worden ook enorm benaderd door de scholen, door de mbo's en door de hbo's. Om mee te denken, omdat zij zelf ook wel zien dat die aansluiting naar de praktijk veel meer vorm moet krijgen. Dus we zitten alle 2 in verschillende commissies om nieuwe opleidingen samen te stellen, maar ook om leernetwerken te ontwikkelen, waarbij docenten in de praktijk komen, waarbij ook veel van onze collega's naar de scholen gaan om gastlessen te geven of deel te nemen aan overleg. En dat maakt het werken ook gewoon veel leuker, wat ook een van onze pijlers is, hè? Gezond en leuk werk. Want nou, je mag een deel van je sportabonnement declareren, maar je mag ook, als je zeg maar mentaal even vastloopt, dat je denkt, goh, ik wil het graag bespreken. En daar zijn eigenlijk allerlei voorwaarden voor geregeld, zodat dat kan, zodat je ondersteuning kan krijgen om je werk zo leuk en gezond mogelijk te doen. En jaarlijks hebben we dus ook het beachvolleybaltoernooi. Nou, dat schrijven er ook al boven de 100 in, dus dat wordt booming. Ja. Je elkaar en je bent sportief bezig. En zo zijn er eigenlijk heel veel regelingen, ook op dat gebied. Om, nou eigenlijk zijn we als ondersteuning faciliterend aan de medewerker in de wijk. Ja. Ja.
Ik ben vierdejaars HBO verpleegkundestudent. En het derde jaar kwam ik dus bij Amstelring terecht, de wijkzorg. En daar zag ik gigantisch tegenop. Want de wijkzorg staat erom bekend. Laagdrempelige zorg, ouderen. Eigenlijk alles wat je van de verpleegkunde verwacht, wat negatief is. En Amstelring bewees in minder dan 2 weken dat dat niet zo is. Je kan zoveel leren. Je wordt getriggerd door je collega's, maar ook door mensen die je wel door een telefoon hoort, maar eigenlijk nooit ziet, zoals het wijkservicecentrum. Het negatieve gevoel vanuit de wijkzorg, dat was eigenlijk ontstaan tijdens de studie. In boeken komt het wel eens voor en dan wordt er omschreven van wat er gebeurt. Maar dat is niet te vergelijken met de praktijk. En dat laat ook weer zien dat waarom die praktijk en waarom de stages binnen verschillende organisaties zo gigantisch belangrijk zijn. Puur en alleen omdat zij laten zien wat het werk echt inhoudt. Nou, daarnaast zijn de studenten werkzaam dus ook in het Zorginnovatienetwerk, het zogezegde ZIN. Het is een bijeenkomst van een kleine groep mensen die allemaal student zijn, allemaal werkzaam zijn, allemaal tegen problemen aanlopen en die los je samen op. En eigenlijk is het een soort van voorklas voor het zelfsturende. Wij zijn nu bezig met een onderzoek over de zelfredzaamheid van onder de ouderen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid. Wij zijn dan aan de hand van enquêtes en onderzoek in het binnenteam willen wij een advies schrijven aan de organisatie van joh, hoe kan je nou die zelfredzaamheid verbeteren? En andere studenten die doen weer andere onderzoeken naar andere thema's. En zo willen we uiteindelijk wat betekenen voor de organisatie en werken aan ons eigen leerproces. Ik heb zelf in de thuiszorg even gewerkt en je kwam daarbij mensen die je niet kende. En dat vond ik gewoon heel erg verwarrend, omdat je niet weet wat precies de achtergrond is. Mensen die zien zoveel verschillende gezichten en bij Amstelring, wij hebben in het team Diemen waar ik dan nu zit, daar zijn geen flexers. Dus ze zien altijd dezelfde gezichten en die mensen die kennen elkaar, die kunnen goed met elkaar communiceren. Dus die mensen die staan ook niet voor bij de voordeur en denken van joh, wie staat er nu weer bij mij voor de deur? Wat komt diegene nu weer doen? Waardoor je altijd gewoon een compleet plaatje hebt van wie je voor je hebt. Voor beide kanten. Maar ik vind dit zo direct contact, dat vind ik makkelijk. Ja. Ja. En het werkt goed. En als van de week dat zijn flesjes, jullie werken goed, weet je wel. Zijn flesjes Nutri drinken, die moeten besteld worden. Maar toen zei Ingrid, dan heb je misschien niet genoeg voor morgen. Nou, ze zegt, we hebben ze op kantoor nog staan. Ik zet ze klaar en de volgende ronde komt, toen zegt hij, zal ze dat niet vergeten? Ik zeg, dat vergeten ze niet. En de volgende ronde komt ze met drie flesjes aan, weet je? Ja. Jullie hebben korte lijnen daarbinnen en direct contact met elkaar. Het werkt goed. Het werkt heel fijn. Maar dat is echt een voordeel van zo'n klein team ook. Dat denk ik ook wel, want dan zit je daar zou je met 30 man zijn, dan wordt het al anders. Ja, en wij lezen natuurlijk ook alle rapportages. We kennen alle cliënten. Ik ken echt alle cliënten die in zorg zijn. Ja. Dus dat is ook veel makkelijker. Mm-hmm. Nou, dit is een prachtig moment. Collega's die na hard studeren hun diploma-uitreiking hebben van de 3IG. Fantastisch moment. Wijkzorg staat voor doorontwikkelen, verscholing. Daar hebben we een heel actief beleid op. Ja, en dat onderschrijf ik van harte. Ja, absoluut. Nou, hartelijk welkom. In eerste instantie natuurlijk degenen die geslaagd zijn. Het is volbracht. Als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik nou, zijn voor een aantal denk ik toch wel een periode geweest van aanpoten. Een tijd niet geleerd hebben, toch weer opnieuw gestart. En ik sta hier echt met de trots en denk van jongens, dit is weer een groep klaar. Jullie hebben het met z'n allen gedaan in een periode van toch wel erg veel veranderingen. Hè. Dus de grote groep van de wijkzorg die is al een tijdje bezig met de zelfsturing. Het vraagt wat van ons. Rianne, ik werk al 22 jaar in de thuiszorg en doe verder eigenlijk niets, vertelde je bij de eindevaluatie. Nou, Rianne, daar is geen sprake van, want kijk eens naar je huidige situatie. Je bent van mening dat je meer kan en moet betekenen voor de cliënt. Ik weet het zeker, als mij wat overkomt, meld ik me bij jou aan als cliënt. Ja.
Nou, ik vond voor mezelf wel dat het wel weer wat meer zelfvertrouwen gaf. Ik was altijd wel een beetje in het team. Een beetje meer een luisterend oor van voordat ik iets helemaal zo zeg van nou nee, dat kan je met de zussen zo doen. Maar dat heb ik nu wel een stuk minder. Het is nu wel dat ik ook wel wat inbreng. En ook wel, ook omdat je dingen toch komt omdat je meer ervaring, meer kennis hebt, denk ik. Ja, ik denk dat ook een stuk scheelt. Een stuk verdieping en inzicht inderdaad. Ja. Dat geeft de 3G heeft dat zeker gegeven. Ja. Dus ik vind het wel, ik vind het ook heel leuk dat ik het gedaan heb. Ik ben wel trots op mezelf dat ik het gedaan heb. Dat ook wel weer. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk om toch meer te gaan verdiepen. En dat zal ik in de toekomst ook wel blijven doen, denk ik. Nou ja, en bij ons in het team was het dan ook wel eens zo dat je dan zeg maar, als er dan iemand iets meer ging mankeren, dat je heel snel de verpleegkundige of inderdaad niveau 3 ging er dan heen. En dan was je als verzorgende, ging je er niet meer heen. Dus dat was toch een beetje anders. En nu blijf je er gewoon omdat je gewoon de kennis en vaardigheden hebt. Want je bent gewoon ook breder inzetbaar. Ja. Je kan er mensen met een wond, je kan medicijnen kan je uitdelen. En ja, en de cliënten die hebben allemaal gewoon verschillende dingen. Het is niet alleen dat je voor een douchebeurt komt, maar vaak ook medicijnen en wondzorg. En anders zou dat betekenen dat je dus voor de medicijnen komt de een, voor de wond komt de ander en voor de wasbeurt komt er weer een ander. Ja, dat moet je allemaal op elkaar afstemmen. Plus dat voor de cliënt gewoon niet fijn is als er 3 mensen aan het bed komen. Ik loop vanaf het begin mee. Ik heb de pilotcoach ben ik geweest en vanuit de pilotcoach gesolliciteerd naar coaching. Maar we zijn in de pilotfase gestart met 3 coaches. Toen hadden we natuurlijk nog maar een enkel team. Met recht organisch proces geweest. Gaandeweg kwamen er meer teams bij. Het zijn 30 teams, zullen meer dan 300 mensen zijn. En coach je er dan zoveel? Nou, het is natuurlijk op vraag. Het kan of zijn vanuit een team dat er een vraag komt, dat ze een bepaalde samenwerkingsproblematiek ervaren en waar ze met de coach over willen hebben van goh, kun je ons ondersteunen in dit proces? Kun je adviezen geven? En individuele coaching. Dus ja, het is heel wisselend, het aantal collega's wat je coacht. Ja. Ja, het is ook hartstikke positief. Het werken in de wijk is zo ontzettend leuk. Het is niet meer blote billen wassen en steunkousen aandoen. Het is gewoon veel meer. Gisteren hebben we bijvoorbeeld een suprapubers katheter verwisseld, stomazorg. Maar dat zijn best wel complexe handelingen die gewoon nu ook allemaal thuis. Ik bedoel, de complexiteit neemt toe, dus alles gaat richting huis. Je bent echt in staat om de cliënt gewoon zo lang mogelijk op een volwaardige manier thuis te laten blijven. En dat is ons doel voor ieder cliënt. Dat is gewoon wat waar we het voor doen.